Ja, dag dames en heren, wat goed dat u kijkt. Vandaag zijn we met zo mooie Amsterdam Sloterdijk. Mijn naam is Saaf Berghuizen en ik neem jullie mee naar de leukste bezienswaardigheden van deze wijk. We gaan beginnen. Ja, mensen, zit ik ineens bij een standbeeld van het Nachtlab. Ik ga naar beneden. Zoals jullie kunnen zien hier om mij heen is het nu vrij rustig overdag. Maar in het weekend staat het hier bomvol van de mensen. En is een uitverkocht huis. Kom dat zien hier bij het Nachtlab. En ik heb een potentieel slachtoffer gevonden om wat te vertellen over deze wijk. Dat denk ik tenminste, want hier zit... Hans, ik ben zeg maar het potentiële slachtoffer. Hey, dag Hans. Kunt u wat vertellen over de wijk Amsterdam Sloterdijk? De groei van deze stad. Misschien kunt u daar iets verder over toelichten. Ja, nee, dat kan ik. Ik werk hier dus. En, in het begin was dit eigenlijk helemaal niks te beleven. Nee? Zat ik voor de rest helemaal niks. Dan was echt helemaal niks te beleven? Zijn. Nee. Ja. Kwamen mensen hier om 9 uur binnen en om 5 uur zag je het allemaal weer uitstromen. Hey. En was het hier volkomen leeg. Maar als ik dat zo hoor, dan is het nu anders. Nu is het anders. Er zijn hotels bijgekomen. Ja. Wat je ziet is dat er heel veel kantoorpanden die leeg zijn, die worden verbouwd naar hotels. Veel toerisme hier. De Flixbussen zijn hier natuurlijk gekomen. Ja, ja, ja. En dat heeft meegebracht dat er heel veel horeca is gekomen. Dat er leven in de brouwerij is gekomen. Sloterdijk gaat bruisen. Bruisen echt, hè? Want zelfs in het weekend is het hier echt levendig. Ja. Nou, ja. Dan kon je echt een konijn afschieten hier. Ja, mensen, staan we ineens bij een prachtig voetbalveld hier bij Amsterdam Sloterdijk. Ja, deze mensen die hier werken in deze grote panden, die gaan hier regelmatig in hun pauzes een balletje trappen. En ik geef ze groot gelijk. Ja, kunt uw auto nog een goede poetsbeurt gebruiken? Kom dan hier naar Bob's Autowas voor een goede en een schone poetsbeurt. Dan zijn we aanbeland bij het bruisende Café Westpoort. En bij dit café kun je lekker met je vrienden elk weekend, maar ook dagelijks, een goed biertje drinken. Ja, zit ik ineens hier bij de befaamde Burger King. Scholieren en studenten komen hier regelmatig om een lekker broodje te gaan eten. Ja, dit soort broodjes, de long chickens, gaan hier als broodjes over de toonbank. Dus ja, ik neem er nog één. Sorry hoor. Ja, lieve mensen, het zit erop. Aan alles komt een eind. Zoals jullie konden zien, ja, is er genoeg te beleven hier in Amsterdam Sloterdijk. Dus zeker de moeite waard om eens gezellig langs te komen. Ik ga nog even genieten van het mooie weer. Ik groet u. Laters.